Oh ja, ja, ja! Oh, what the heck? Ja, we zijn door de map heen geglitst. Allemaal dungeons en caves. Oh, what the heck? Hallo mensen op Podgrond, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. Ik ben Stefan en ik ben hier vandaag samen met de ronde Minecrafters, Dylan de Beer en Gino. Hey Beer, hoe gaat het? Ik ben normaal weer. Laten we drinken, Stefan. Ja! Wat wij vandaag gaan doen is Minecraft zonder blokken, gast. Kijk dan. Zonder je hoeft niet eens te springen trouwens. Je kijk bedoelt dan. Alles is rond. Alles is rond, kijk nou. Oh, oh Dylan gaat yo. Een gat graven, Stefan. Oh, kijk nou, yo. Lol, je kan gewoon een berg oplopen. Ja, je kan. Maar, je kan het minen? Is gewoon realistischer. Ik loop maar gewoon een berg op. Berg, maar kan je, zou je kunnen minen? Ik heb geen idee. Dat gaan we vandaag allemaal uitvinden in deze video. Laten wij gewoon lekker gaan survivalen. En het doel wordt om diamonds te vinden. Of full diamond gear te maken. Oké, laten we gewoon hout gaan hakken. Laten we wel dingetjes bouwen. Een beetje gaan testen. Hoe werkt dit allemaal? Het is eigenlijk gewoon een mod die we hebben gedownload. De No Cubes mod. En daardoor heb je dus geen blokken eigenlijk. Maar ja, we hakken op dit moment gewoon houten blokken. Houten blokken. Oh, wat hek? In het midden van die boom zitten blaadjes. Huh? Oh, super logisch. Super logisch. Het is super raar allemaal. Maar we gaan uitvinden hoe het werkt. Ik ben benieuwd. Hey, Dylan heeft een crafting table. Hij gaat de zwaard maken, 100%. Dankjewel voor je zwaard. Dankjewel voor je zwaard. Gozer, kom Dylan, kom. Kom, gozer, wow. Kom. Stefan, doe normaal, ik lief, hè? Kom, kom. Oké, okay, ik stop, sorry. Oké, okay, ik ga wel minen als eerst. Oké, okay, dit is geen cave. Oh! Oh, yo, kom. Oké, maak allemaal pickers. We gaan met z'n drieën minen. Kom, dan slaggen. Nog een appeltje voor de dorst? Ja, alsjeblieft. Ik hoop dat hij tegen de dorst is, niet voor de dorst. Oké, okay, kom mee. Ik heb een grotje gevonden. Laten we in een grotje gaan minen. Ik kan niet meer rennen. Wat hangt hier in de lucht dan? Niet doen, ik ben bijna dood. Stop, ik heb twee hartjes. Stop, Dylan, stop. Huh, gast. Nee, Dylan, nee, stop! En weer. Wow. Ik krijg het zo erg. Wat we vandaag gaan vinden zijn 100% diamonds. Kijk deze cave, gast. Hoe dat eruit ziet, Gino. Oh, kijk, ik heb Ivan gevonden. Kijk, Ivan. Hold dit. Ik kan hem niet hakken. Jawel. Oh nee, ik heb steen. Niet doen, ik kan niet. Oh, je kan gewoon naar boven lopen, inderdaad. Weet je hoe vet? Wow, yo, kijk, lava en water. Oh, huh? Kijk dan, je hakt gewoon vier blokken tegelijkertijd als je iets hakt. Wow, yo. Wacht, laat ik een steen pickaxe maken. Dan kunnen iron in je val hakken. Moet je kijken hoe raar dat eruit ziet, Gino, als je wat hakt. Heb jij een oven? Nee. Ja, dan maak ik. Oh. Dat doe ik. Hij heeft je computer naar buiten gegooid. Is dat zo weer? Maar gast, ik weet niet eens wanneer ik iron hak of niet. Het is super lastig te zien. Oh, er zitten hier allemaal monsters. Julia gaat eerst. Ja, als ik een zwaard had... Oh, komt er een keer. Zo, wat hè? Hij komt uit de muur. Wat Gino, kom Gino, verstop hier, kom. Ja, heb je steen voor mij, kan ik een iron pickaxe maken. Ik heb 13 iron, jongens, lekker. Nou, maar ik heb een pickaxe. Ga de enderman wel aankijken, ja. Kijk hoe raar het is als je wat hakt. Je hakt gewoon heel veel blokken tegelijk. Gast, doe normaal, Gino. Kijk die enderman aan. Ik heb één hartje, help dan. Ja, lekker. Je kan niet eens recht naar beneden hakken hiermee, trouwens. Kijk nou hoe gek dit eruit ziet, deze cave. Oh, het stopt hier ook. Maar nee, weet je wat helemaal leuk is? Dan ga je deze kant op, Stefan. Wat zit hier? Kijk tot hier, heb je een klein gat. Kijk uit, Gino! Ik ben er niet doorheen. Oh, kijk nou. Ik ga bijna dood. Laten we even iron tools maken. En laten we dan die cave in gaan, jongens. We moeten diamonds vinden. Ja. Oh god, Gino, nee! Oké, ik ga dood. Niet die oven, alsjeblieft. Oh god. Nee, sorry. Oh, ik heb één hartje. Oh, hij is dood. Oh, ik heb ook geen hartje. Ik heb een half hartje. Oh my god, ik heb een half hartje. Zou ik je slaan? Ik heb een half hartje. Heb je een half hartje? Nee, stop. Niet doen. Ik heb een half hartje. Gast. Waarom? Gast, Dylan, nee. Doe normaal. Ik lag hem dood. Hij heeft diamond gear ingecheat. Ja. Weer stop. Oh, fiets. Het is een cult. Gast, enchant, golden apples, een hele stack. Gooi dat weg, cheaters. We gingen survival doen. Oké, ik heb heel veel iron. Doe die spullen weg, Gino. Cheatertjes. Ja, ik heb ze weg gedaan. Hier, stack appels. Daar gingen de appels. Dylan, stop, niet doen! Nee, weer. Dylan krijgt ineens een agressie aan. Uit het niets. Hij is gek. Oh, gast. Ik ben al 80 keer dood gegaan nu, hè? Dood.
Bro! Hij zei dat hij alle spullen weg had gedaan, maar hij heeft gewoon niks weggedaan. Gaaf! Hij heeft gewoon niks weggedaan. Wat gebeurt er allemaal? Wat is dit voor gekke survival? Waarom kunnen we nooit maar survival doen? Wat doen jullie? Ben hakken. Kom hier naar beneden, kom naar beneden. Kom naar beneden. Hoe moet ik daar komen? Er zitten hier blokken. Hier, val hier. Ja, weet ik veel. Ik ben door de map heen geglitst. Ik zit in de map. Hoe kan Gino in de wereld zitten, Gino? Ik kijk door de hele wereld heen, Stefan. Hey, Gino. Ja, ik plaats de zand. Ik kan ook allerlei kanten op. Plaats de zand op mijn hoofd, Dylan? We hebben geen... Oh ja. Oh ja, ja, ja. Oh, what the heck? Ja, we zijn door de map heen geglitst. Allemaal dungeons en caves. Oh, what en the heck? Ja, Dylan, hak onder je en plaats dan zand bovenop je hoofd. What the heck? Huh? We zijn geglitst. Plaats dan zand op je hoofd. Ik kan ook overal heen lopen, zowat. Kijk dan, ik kan gewoon helemaal naar beneden. Kijk, ik ben bijna beneden. What the heck? Waar lopen we nou dan? Niet ik in heb een geen cave. Idee. Oh, nee! Oh, what the heck doe je? Huh? Sprong, niet springen. Berk, ik zie jou, wat de... Huh? Oh lol, kijk nou, je kan overal, al loop je een beetje heen en weer, kan je overal tussendoor. Wat de heck, we hebben één dikke glitch gevonden. Kijk, mijn spullen liggen buiten, gewoon in de cave, zie je dat? Kijk dan wat ik ook hak nu. Oké, gaan we met z'n allen hierin, kom. We hebben easy geglitcht. Ja, go, vechten! Oké, dit wordt easy, jongens. Oké, ik ga dood, ik ga dood. Oké, dit wordt easy, jongens. Ik wil spullen. Doe normaal, niet doen. Ik heb nog twee hartjes, niet doen. Nu. Dylan! Ik ben al 30 keer doodgaan deze video. Nee, ook nog een creeper! Gast. Hey, hoe is het nou? Ja, goed. Er zit hier eentje in de muur, hallo, gaat het? Hallo, hey. Oh, wat hè? Oké, weet je wat we gaan doen? Laten we gaan minen naar diamonds. Ja, dat is zo raar. Zullen we op de glitchy manier gaan? Dat is een goed idee. Ja, misschien kunnen we helemaal beneden komen. Wow! Ik heb zand en gravel. Ik denk dat mijn gravel ook wel kan. Oh, kijk hoe dit water hier onderaan eruit ziet trouwens. Hier, oh, dit. Oh ja, zo, dat is best wel cool. Maar het is wel grappig, je kan gewoon overal tegenop lopen op dit moment. Je kan gewoon overal doorheen lopen. Kijk, we kunnen gewoon die hele caves doorlopen, volgens mij. Kunnen we weer glitchen, Stefan? Ja, dat is goed. Maar kom. Hier zit goud. Ik zit bijna namelijk nu op diamond level. Oh, yo! It was at this moment he knew. He fucked up. Dikke cave. Beer, stop! Oh my god. Hoe gaan we dit ooit goed kunnen halen? Gast, je kan best wel diamond zitten in deze cave, hoor. Nee, gast, Dylan! Beer, dat doe je zelf. Ik heb goud. Bro! Hij slaat me in de lava. Ja, dat deed Dylan ook zelf hoor. Dat gaat hij zelf ook dood? Oh ja, my god, we hebben helemaal niks meer. Hé, hey, je bent in dezelfde cave. Ja, kom hierheen. Ja, achter dit, die achter. Ik heb een deja vu. Dit was namelijk net ook zo. Maar al mijn spullen zijn waarschijnlijk in de lava gevallen. Yep, alles is in de lava. Oxy Diamond! Yeah. Waar? Oxy Diamond, Steve, kijk. Hieronder. Wacht, hak naar beneden. Oh, nee. Oh mijn god, gast. Er is één dikke lava meer dan onder, wat? Ik zie wel diamonds. Dit is gewoon één dik lava meer. Waar zie je diamonds? Kijk, boven hier. Oh ja, kijk. Ja, diamonds. Oh, dik, ik heb hem gekild. Niet doen. Uit afspullen, nee. We hebben nu helemaal niks meer. Gaas, niet doen, Dylan. Niet doen. Schrik er zelf ook in. Stop, alsjeblieft. Ja, doe normaal. Sla me één keer aan, vrienden. Bij je. We zijn alles spullen kwijt, gast. We zitten in een cave, we hebben niks meer. Alleen een paar botten. Ja, boy, ik deel een botje. Gast, we hebben hier helemaal niks meer aan, hè? Wat doe jij, Dylan? Waarom speel ik ook Survivor met jou? Kijk nou, hier is nog een cave, Dylan. Allee? Oh, kijk. Wauw. Very mooi. Nee, Dylan. Doe normaal. Heb je nog laatste woorden? Nee, Dylan. Stop, Dylan. Alsjeblieft, ik meen het. Ik smeek het je. Wie is de baas? Stop. Oh, shit. Oké, doei, Gino. We gaan diamonds hakken. Dan is het goed geweest. We zijn zoveel monsters. No. Hieronder zitten diamonds, maar het is helemaal gebeukt of zo hier. Kijk. Ja, er liep daar net als op. Er zit hier een soort lava meer, volgens mij. Laten we dit dichtgooien. Oh, shit. Oh, kijk hieronder. Kijk. Ga dan. Nee. Niet doen. Dylan, hoe kom je aan de diamond pickaxe? Je hebt gepakt. Kijk, daar is een diamond. Ja, kijk. Daar is een diamond. Oké, hoe gaan we dit? Waar is hier diamond? Ja, nee. Gast, hoe kan dit? Hoe gaan we ooit bij die diamonds komen? Kijk, ja, we zijn er. Heb je de diamonds?
En nee, hij heeft hem in de lava gehakt. Ben je serieus? Nee, ik kan hem hier. Ik kan oh, hier. Hij heeft hem. Lekker, we hebben diamonds! Woe! Normaal, lekker! Hij chef naar één keer slaan. Ik kom! Gina help, ik kom bijna dood. Kom dan, hè! De diamond is van ons! Bam, bam, bam! Ja, gratis diamond! Oh, hij is weg. Heb je de diamond? Bro, die diamond is door de map heen. Oh, ik heb hem. Oké, lekker! Oh, oké, we zijn dood. We zijn alles kwijt. als een van de dood gaat, dan gaan we samen. Maar ga eens in game mode 3 dan. Je kan gewoon... Moet je eens kijken hoe dat allemaal eruit ziet, dat hele... Slash game mode 3. TP is bijvoorbeeld bij mij. Kijk dan, hoe gek dit eruit ziet. Onrealistisch eigenlijk. Moet je kijken, Stefan. Deze cave, weet je hoe cool dit is? Oh ja, wow, en diamonds. Ja, en ziet diamonds. Er wel echt heel vet uit, hoor, dit soort dingetjes. Ja, dit is wel cool. Maar wat nou als we iets bouwen, bijvoorbeeld? Een huisje of zo, van iets? Kijk, we kunnen een soort iglo maken. Laten we een iglo bouwen. Bouw een iglo hiermee. Met dirt hier, kijk. Het vult inderdaad echt elkaar aan. Je kan gewoon een dikke iglo bouwen. Dik. Het is super raar, want je plaatst eigenlijk 4 blokken tegelijkertijd, lijkt het. Ja, stp. Ik ben een iglo aan het bouwen weer. Hoe zit dat met TNT? Kijk, je zit in een iglo weer. Ja, maar ik moet toch wat testen, Stefan. Nee, niet doen. Niet met TNT. Is TNT ook rond? Oh, Dylan. Ik wist dat je dit ging doen! Gast. Oh, dit? Weet je gewoon wat dit eruit ziet? Kijk, als je blokken hakt. Je kan niet recht naar beneden hakken. Het is super raar. Wel heel erg grappig. Oké, wij zijn wel klaar denk ik met deze No Cubes mod. Met de mod zonder blokken in Minecraft. Ik vond het super grappig om te spelen. We hebben diamonds gevonden, dus het doel is bereikt. Ook al kunnen sommige mensen niet zonder te cheaten. Ik noem verder geen namen. Dylan. Gino. Dylan. Nee, helemaal wel. Oké. Dames en heren, bedankt voor het kijken in deze video. Vond je het nou leuk? Laat even een like achter op deze video. Abonneer op ons kanaal hier beneden. We hebben 43.000 abonnees gehaald. Lekker gedaan, jongens. Laten we de 1000 likes gaan. Volg ons op Instagram, staat in de beschrijving. Zeg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!